Welkom Hans, bij Rockcast. Ja. Dankjewel dat je tijd wilde maken voor het gesprek. Graag gedaan. Voordat ik jou ga vragen om jou even kort voor te stellen en te vertellen wie je bent, wil ik even vertellen waarom ik jou uitgenodigd heb en waarom we hier zijn. Ik zat namelijk een tijd geleden naar de berichten te kijken over India en de enorme hittegolf die daar plaatsvond. En ik besefte me steeds meer en meer, en dat is ook iets wat we denk ik met z'n allen de afgelopen jaren steeds meer zijn gaan beseffen, dat de problemen van klimaatverandering en verlies van biodiversiteit niet alleen maar een probleem, een ethisch probleem is van hey, we moeten de natuur redden, want we zijn het aan het verpesten, maar ook vooral een existentieel probleem is. Dus we hebben die biodiversiteit nodig om zelf überhaupt onze maatschappij in leven te houden. En het besef dat we de natuur buiten onze gebouwde infrastructuren zit, wordt steeds minder sterk. Mm-hmm. En één specifiek iets wat ik daarover las was dat zodra de insecten gaan uitsterven of neervallen vanwege de hitte, dan gaat onze landbouw ook kapot of kunnen we ook niks meer produceren. Dus dat is eigenlijk wat ik benieuwd naar ben. Van waarom is dat het geval? Is dat het geval? En hoe moeten we daar tegenaan kijken? En natuurlijk gaan we daar veel meer voor nodig hebben om dat te kunnen begrijpen dan alleen maar die specifieke vraag. Mm-hmm. Mm-hmm. Dus dat is waarom ik hier ben. Dus laat ik het woord aan jou geven en je vraag om je voor te stellen. Ja, leuk. Al is het onderwerp niet zo leuk. Ik ben Hans de Kroon. Ik ben hoogleraar hier aan de Radboud Universiteit. Mijn specialisme is plantenecologie. Dus ik werk al mijn hele leven sinds mijn studie aan de ecologie van planten. En dat betekent deels experimenten. Veel kijken we onder de grond, maar ook boven de grond. We kijken naar populaties, we kijken naar wilde plantensoorten in gemeenschappen. In wilde gemeenschappen of semi-wilde gemeenschappen. En de laatste 10 jaar ben ik ook meer en meer bezig met populaties en de vitaliteit van vogelsoorten en ook van insecten. Dus het is een heel breed scala aan onderzoek wat erg actueel is op dit moment, omdat, zoals je al zei, de biodiversiteit behoorlijk onder druk staat. En dat heeft allerlei consequenties. En waarom ben je vogels en insecten gaan onderzoeken? Ik ben dat gaan doen omdat op de eerste plaats ik altijd al naar plantenpopulaties heb gekeken. Ook vanuit statistisch en modelmatig perspectief. Kortom, je wil kijken naar trends in plantenpopulaties. Hoe schommelen ze? Hoe veranderen ze door de tijd heen? En de methodieken waarmee je dat doet, ja, dat zijn hele algemene methodieken. Die kun je op regenwormen toepassen en op vogels en op insecten, zolang je de gegevens maar hebt. Ja. Nou wil het feit dat we hier in Nijmegen samenwerken met soortenorganisaties. Die zijn hier op campus. En met name de organisatie Sovon, die de vogeldata heeft, die heeft echt ontzettend goede gegevens. En daar zijn we dus 1 jaar of 10 geleden ook echt mee gaan rekenen. Ja. Samen met hun specialisten. Om te zien wat ons dat vertelde. En wat vertelde je dat? Nou ja, dat vertelde het dat bij veel vogelsoorten de zaken niet al te best gaan. Er zijn een aantal vogelsoorten die echt in opkomst zijn. En het interessante is dat in sommige gebieden gaat het goed en in andere gaat het slecht. En daar willen we veel meer van begrijpen. En een van de dingen die we toen ontdekt hebben, eigenlijk volledig onverwacht, is dat dat onder andere samenhangt met de hoeveelheid landbouwgif wat aanwezig is. Dus de vogelpopulaties, de trends daarin hangt af van hoeveel landbouwgif gebruikt wordt. Ja, precies. Dat hebben we ontdekt in 10 jaar geleden. En hoe zit die interactie in elkaar? Nou ja, we hebben gekeken naar imidacloprid. Dat is een ingewikkelde naam. Het is een van de neonicotinoïdes. Dat is ook een ingewikkelde naam. Het is een nieuwe klasse van insecticide die sinds 25 jaar gebruikt wordt. En het staat in Nederland bekend als het bijengif. Want er is heel veel gegevens hebben nu dat ook bijen, wilde bijen, maar ook de honingbijen, dat die daar duidelijk last van hebben. Dat is misschien ook niet zo gek, want het is een heel algemeen
gif waar eigenlijk alle insecten last van hebben. En waarom zijn jullie dat gaan onderzoeken? Waarom zijn jullie gaan kijken naar de populaties van wormen en vogels? Nou, we zijn dus naar de populatie van vogels gaan kijken, want dat was ons plan. Alleen waar we toen achter zijn gekomen, is dat er ook heel goed gegevens zijn over de verspreiding van gifstoffen in Nederland. De bestrijdingsmiddelenatlas is daarvoor. En met name deze neonicotinoïdes hadden natuurlijk al een niet zo'n beste reputatie. En iedereen vermoedde van nou, dat heeft ook echt wel verdere effecten op het hele systeem. Alleen dat had eigenlijk nog niemand kunnen aantonen. En we hadden dus hele goede vogelgegevens over de vitaliteit van populaties van insectenetende vogels. En we hadden goede bestrijdingsmiddelengegevens. En die hebben we over elkaar heen gelegd. En toen kwam eigenlijk toch wel een beetje tot onze verrassing daar een duidelijk verband uit, een duidelijke associatie uit. In gebieden waar veel van dit insectengif wordt gebruikt, zijn ook gebieden waar het met dit soort insectenetende vogels slecht gaat. Ja, dus omgekeerd geldt ook. Gebieden waar veel minder belasting is, zie je dat die populaties het algemeen beter doen. En hoe weet je of dat niet een correlatie is? Nou ja, daar hebben we de uiteindelijk, of tenminste alleen maar een correlatie. Het is een correlatie, maar of dat niet ergens anders mee te maken heeft. Nou, daar hebben we uiteindelijk de meeste tijd aan besteed. Er zijn goede gegevens. Centraal Bureau van de Statistiek houdt allerlei gegevens bij over landgebruik. Die hebben we ook zo goed mogelijk gebruikt om te zien of we deze relatie niet op een of andere manier konden verklaren door een derde factor. Of we hem niet van tafel konden halen. Ja. Nou, er zijn een aantal relaties die daar verband houden, maar die kregen we niet weg. Die gifrelatie die bleef. En toen we het eigenlijk niet op een andere manier konden verklaren, dachten we, nou, dit is het moment om het naar buiten te brengen. Welke andere relaties zijn die gaan onderzoeken? Je moet dan denken aan zaken die te maken hebben met bijvoorbeeld hoeveel kassen er in een bepaald gebied zijn. Want die leggen een bepaalde nadruk op dat gebied. Het stikstofgebruik. Hoeveel braakliggend terrein er is. Hoeveel natuurgebied er is. Allemaal dat soort relaties spelen een rol. En die hebben we voor een deel dus ook wel opgepikt. Maar bovenop daarvan, dat is dus de statistiek die we gebruiken, kon je dus laten zien dat er daarbovenop bleef er een relatie bestaan met deze gifstof. Dus we denken dat die toch wel een effect heeft. Ja. We denken niet dat de vogels zelf vergiftigd worden. Maar we denken dat ze te weinig voedsel hebben. Dat was onze hypothese op dat moment. Oké, en hoe komt het dat ze te weinig voedsel hebben? Omdat die gif natuurlijk hun voedselbronnen kapot maakt. Precies. Kun je daar een voorbeeld van geven? Nou ja, de reden om hiernaar te gaan kijken was was werk wat toen de tijd uit Utrecht gepubliceerd werd. Wat liet zien dat op het moment dat er meer van dit imidacloprid, dit insecticide in het water zit, dat dat een behoorlijk nadelig effect heeft voor de waterinsecten. Dat ziet er ook wel logisch uit, maar we moeten ons goed realiseren dat een aantal van die waterinsecten, zoals libellen en muggen, dat die vervolgens weer voedselbron zijn van insecticide etende vogels. Ja. We dachten dat het op die manier zou werken. Ja, dus omdat die gifstoffen die insecten in het water, die insectenpopulatie verminderen, heeft dat natuurlijk effect op de voedingsbron voor die vogels. En daardoor gaat die vogelpopulatie zelf ook omlaag. Dat was op dat moment, toen we dit in 2014 naar buiten brachten, was dat onze hypothese. En is die hypothese bewezen? Nou, het bewijs is heel erg lastig, maar we hebben er wel verdere bewijsvoering voor kunnen krijgen. Want wat je dan eigenlijk moet weten, wil je dat bewijzen, is hoe staat het eigenlijk met de insectenpopulatie? Met de hoeveelheid insecten. Want en dan is het niet voldoende dat je weet hoe het met bepaalde vlinders of libellen is. Uh-huh. Nee, dan moet je weten hoe het met de hele bulk aan insecten is. Hè? Insectenetende vogels eten, weet je, allerlei vliegen, muggen en dat soort zaken. Nou ja, we dachten op dat moment, weet je, nou, daar is eigenlijk helemaal niks van bekend. Toen kwamen we in contact met een groep in Duitsland. En die groep in Duitsland zei, nou, ik denk dat jullie hypothese correct is. Want wij zien een hele sterke afname. En wij hebben die gegevens wel. En toen kwamen we in de volgende fase terecht. Want toen hadden we ineens een heel interessante dataset aan insectenhoeveelheid.
van de totale insectenpopulatie. Totale insectenpopulatie, gegeven de manier waarop zij dat verzameld hebben. Echt totale populatie aan vliegende insecten. En met name juist weet je, de muggen en de vliegjes en de hommeltjes en de bijtjes. En dan in Duitsland bijvoorbeeld? Dat zijn in een flink aantal 65 natuurgebieden in Duitsland is dit verzameld. Maar dat landschap in Duitsland, dat wijkt niet heel veel af van grote delen van Nederland. Ja. Okay. Dus dat is toch wel het West-Europese landschap zoals we dat ook hier kennen. Ja. Die data die zijn we vervolgens echt goed gaan analyseren. Want je moet dan zorgen dat je natuurlijk bijvoorbeeld zoiets als weersinvloeden, dat je daar rekening mee houdt. Mm-hmm. Want dat weet je op het moment als het 2 weken regent en je gaat proberen insecten te vangen, nou, dan zul je er weinig vangen. Dat is heel simpel. Ja. Het correctie voor weersinvloeden, dat was een heel voor de hand liggende. Maar dat was wel even flink wat werk om dat op een goede manier erin te krijgen. Okay. Verder zijn er heel veel seizoensinvloeden. Midden in het seizoen heb je de meeste insecten. Deze tijd, augustus, midden in de zomer. Voor en na seizoen veel minder. Nou hadden de Duitsers, onze Duitse collega's, hadden wel over een heel seizoen gemeten, maar nooit helemaal precies hetzelfde. Mm-hmm. Dus ook daar moet je weer enigszins voor corrigeren, om te zorgen dat je gewoon de juiste vergelijkingen maakt. Ja, dus sterke redenen om aan te nemen dat die insectenpopulatie afneemt en dat dat effect heeft op de populatie van vogels. Waarom is dat een probleem? Natuurlijk heel vervelend dat er minder vogels zijn en dat is natuurlijk niet zo mooi. Maar waarom is dat voor ons een probleem? Die link zoek ik nog. Insecten zijn cruciaal eigenlijk in elk ecosysteem. Pak een voedselketen in je zoeksysteem. En kijk naar een aantal plaatjes van een voedselsysteem. Mm-hmm. Dan zie je lagen daarin. Hè. Je begint met de planten en dan krijgen we de planteneters en vervolgens de carnivoren en dan misschien nog eentje erboven. In die eerste, die middenlaag, er zitten altijd insecten. Mm-hmm. Altijd. Insecten hebben een cruciale rol in dat hele systeem. Dus de vogels-insectenrelatie is er daar één van. Mm-hmm. Wat zijn die rollen nou? Die rollen van insecten, dat zijn er eigenlijk dus 3 of 4. Eén van is dus voedsel. Die hebben we al gehad. Die hebben we net besproken. En tweede is bestuivers. Dat weten we ook. Heel veel insecten bestuiven veel planten. Heel veel wilde planten. Bijen, dat weten de meeste van ons wel. Maar welke... Bijen, vlinders, zweefvliegen, motjes. Die bestuiven ook planten. Die bestuiven planten en die bestuiven ook onze gewassen. 3/4 van onze gewassen zijn afhankelijk. De vruchtzetting is afhankelijk van bestuivers. Ja. Dus dat is niet triviaal. En heel veel van die bestuivers zijn wilde bestuivers. Honingbijen werken heel hard, maar kunnen vaak niet de volledige bestuiving geven zoals wilde bijen dat bijvoorbeeld doen. Dus dat is de tweede reden. Nou, de derde reden is insecten hebben altijd een larvaal stadium. Hè? Dat zijn wormpjes, dat zijn kleinere beestjes. En die verpoppen en dan wordt het uiteindelijk een insect. Het gebeurt allemaal bij verschillende insecten op een wat verschillende manier. En heel veel van die larvale stadia, die zitten in de bodem of die zitten in het water. En in die voedselketens daar spelen ze opnieuw een cruciale rol. Dus heel veel van het voedsel in het water, van de omzettingen in de bodem, zijn afhankelijk van insecten. Welke rol spelen ze in de bodem? Nou ja, in de bodem spelen ze een rol als dan eten ze dood bladmateriaal of ze eten wortels. Verteren dat voor een deel, poepen het weer uit, wordt er weer door anderen gebruikt. Dus in de omzetting van materiaal, wat cruciaal is. Waarom wortel? Waarom is het cruciaal dat zij de wortels eten? Ik zou denken dat dan als je een gewas aan het groeien bent en een wortel wordt opgegeten, dat is toch niet wat je wilt? Als het heel veel gebeurt, als je emelten hebt in je grasland. Ja. Dat zijn de larven van langpootmuggen. Ja. En daar heb je er heel veel van. Dan gaat je gras finaal naar de Filistijnen. Ja. Nou, dat is het laatste wat je wil. En dan heb je te maken met een plaag. Plagen zijn natuurlijk een probleem. Maar in een gezond systeem heb je ook knagers aan wortels.
aan levende wortels. Net zoals je in een gezond systeem insecten hebt die ook blaadjes opeten, zoals sprinkhanen. Ja. Nou, heb je een sprinkhanenplaag, wat we gezien hebben de laatste jaren in Afrika, heb je een groot probleem. Maar die herbivoren horen er gewoon bij en zijn op zijn beurt ook weer voedsel voor andere beesten. Ja, het gaat even om de balans in het hele systeem. Ja. Ja, nee, ik probeer te begrijpen waarom het nodig is in het ecosysteem dat delen van die wortels opgegeten worden door larven. Wat er nodig is, is dat er in de bodem dat er recycling optreedt en in het water ook. Dus heel veel van dit soort beesten eten ook dood materiaal. Dus dode wortels of dode bladeren. Regenwormen nemen die naar beneden, verteren die voor een deel. De insectenlarven komen erbij, doen dat ook. Het wordt afgebroken door schimmels en bacteriën. Voedingsstoffen komen vrij, kunnen planten weer opnemen. Nou, zonder dat proces hadden we een gigantisch probleem. Dan zouden, weet je, dat zou gewoon het doodmateriaal niet afbreken. Dan zou er geen natuurlijke voedselvoorziening zijn voor planten. Ja, als ik het een beetje... insecten spelen daar een cruciale rol in. Ja, als ik het even vertaal naar mijn eigen woorden. Zorgen die insecten in de grond eigenlijk voor het equivalent van mest? Ze zorgen ervoor dat er inderdaad voedingsstoffen vrijkomen. Maar let wel, het is geen mest die van buiten op is gebracht. Ja. Het is mest die eigenlijk in het systeem zelf wordt geproduceerd. Ja, ja, ja. En die kringloop van voedingsstoffen is cruciaal. Er zou geen enkel ecosysteem kunnen bestaan als er niet een hele goede recycling is van materiaal. Insecten spelen daar een belangrijke rol. En je zei net eerder dat 3/4 van onze gewassen afhankelijk zijn van veel de bestuiving. Wat bestuiving betreft, ja. Wat bestuiving betreft. Betekent dat als inderdaad die insectenpopulatie, laten we zeggen, naar 0 of naar 10% gaat, dat dan 3/4 van onze gewassen eigenlijk afgeschreven kunnen worden? Dan hebben we een enorm probleem. En dan denk je van, nou, dat is, weet je, dat is een idee fix. Dat zal wel niet gebeuren. Maar het gebeurt nu al. In China, waar veel pesticiden zijn gebruikt, zijn de wilde bestuivers volledig uitgestorven. Maar dat zijn wel plekken waar af en toe gewoon abrikozen of appels of ander fruit wordt gekweekt. En als er geen bestuivers meer zijn, moet je dat met de hand doen. Er zijn gebieden in China waar mensen met een laddertje omhoog kruipen, een kwastje hebben en stuifmeel van het ene bloemetje op het andere brengen. Omdat ze anders gewoon simpelweg geen vruchtzetting hebben. Dus dat gebeurt op de dag van vandaag. Zover is het bij ons nog niet. Maar het is wel aangetoond dat onze vruchtzetting van heel veel gewassen, dat die echt afhankelijk is van die bestuivers. Dus ja, hoe ver kun je teruggaan voordat je echt een probleem hebt? Dat is even de vraag. Hebben we daar een idee van hoe ver we... Dat is heel erg lastig. Je ziet dus nu al dat er dat die wilde bestuivers ook echt een bijdrage leveren aan die vruchtzetting. Dat is in verschillende onderzoeken is dat aangetoond. Als je een appelboomgaard hebt en die zit vlakbij bloemstroken waar veel wilde bestuivers zitten, dan krijg je een betere vruchtzetting. Natuurlijk, honingbijen vangen daar voor een deel dat op. Hè. Als bijenkasten in de buurt zijn, dan kunnen ze dat voor een deel doen. Maar nooit helemaal. Het zijn de wilde bestuivers. Dat is een hele gevarieerde groep die dat voor elkaar brengt. Die zijn daar heel erg belangrijk in. Dus het is nog een open vraag. En zoveel wil je het hier niet laten komen. Van ja, wanneer stort de zaak hier ook in? Ja. Zoals dus nu voorbeelden van elders in de wereld er zijn. Maar dat dit een kwetsbaar systeem is op het moment dat we een flinke hoeveelheid van onze insecten verliezen, dat is duidelijk. Waar in de wereld gebeurt het nog meer? Ik ken het enige voorbeeld dat ik ken van verschillende gebieden in China. Ik ken geen voorbeelden van elders, dan zou me niets verbazen dat die ook wel degelijk bestaan. En dan is de oplossing eigenlijk, of de manier waarop je daarmee om kan gaan als dat gebeurt, is simpelweg met een kwastje dat werk van die wilde bestuivers gaan overnemen. En dat is heel veel werk. En dat doe je nooit zo goed. Nee. Als de wilde bestuivers zelf. Nee, inderdaad. Maar als je een industrie hebt, zoals in China, die daarvan afhankelijk is, en je hebt de menskracht, is dat de enige manier waarop je het kan doen. Ja. En hoe lang hebben we deze kennis al van deze ecologische verbanden? Nou, die is er eigenlijk al best wel lang. Maar ik denk wat iedereen dacht, dat zijn ook de geluiden die we natuurlijk wel gehoord hebben. Van, ja, weet je, als er nou iets de grootste ramp in de wereld overleeft,
dan zijn het wel de insecten en de bacteriën, weet je wel. Die kunnen overal tegen. Bacteriën is een apart verhaal, maar de insecten dus niet. Ja. En dat was natuurlijk wel de schok. Wij hebben dus met de Duitse data destijds kunnen laten zien dat met al die correcties die we net hebben gezegd, dus de correcties van het weer en dat soort zaken, dat we dus 3/4 van onze vliegende insecten zijn kwijtgeraakt over een periode van minder dan 30 jaar. 3/4? 3/4 is heel veel. En als je dat in aantallen noemt, over wat voor aantallen hebben we dan? Of is dat aantallen op wat? Ik bedoel, maar weet je, iedereen die in die tijd leefde, die herinnert zich nog, weet je, hoe... Ja, weet je, je horror in je raam moest hebben, want de wolken met muggen die kwamen binnen. Ja. Voerruiten die vol geplakt zaten met insecten als je naar Zuid-Frankrijk reed. Ja, ik moet ook zeggen, sinds misschien 2015, 2010, dat ik denk dat elk jaar eigenlijk verwacht lekker geprikt te worden door muggen. Ja. Maar dat steeds minder is. Vlieg ook. Het is echt minder geworden. Ik slaap nu bij het raam open. Er zit geen hor of wat voor. Nou, ik zit nu wel in de stad, maar het is wel een heel groen stuk waar ik woon. Toen ik vroeger op de boerderij woonde, als kind, hadden we hor in het raam. En onderin het hor zat een gat waar dan het schuifstangetje in zat. En dat moest je volstoppen. Dat moest je dichtstoppen met een zakdoek. En als je dat niet deed, werd je s'nachts lekker geprikt, weet je wel. En één keer dan zat dat zakdoekje niet goed. En dan werd je 's ochtends werd je wakker met allemaal bult op je lijf. Dan denk je, verrek, weet je, het is weer zover. Ja. Dat is toch een situatie die we eigenlijk niet meer kunnen voorstellen. Nee. Of de auto rijdt vol met dode beesten en dergelijke. Ik bedoel, het is natuurlijk wel prettig, maar het is natuurlijk niet houdbaar. Dat is niet houdbaar. En toen wij deze resultaten naar buiten brachten, toen... kreeg dat heel veel aandacht. En wat we vrijwel niet gehoord hebben, is... Ach, het is eigenlijk wel lekker. Vrijwel iedereen was... Nou, we zijn misschien niet de grootste fan van de meeste insecten. Maar als ze verdwijnen, is er toch wel echt wat aan de hand. Dan heb je toch wel een probleem. Ja. En dat probleem hebben we net besproken. Dus eigenlijk de groei van onze gewassen lopen gewoon in gevaar. Hoe kan het zijn dat die stoffen nog gebruikt worden? Ja, dat is een goede vraag. We hebben natuurlijk een systeem, landbouwsysteem, waarbij risico's ingedekt moeten worden. En we zijn sinds al vele tientallen jaren natuurlijk dat aan het doen met behulp van chemische bestrijdingsmiddelen. Gewasbeschermingsmiddelen worden ze genoemd. Ja. Daar zijn ze voor bedoeld. Maar dat is... Maar jij noemde net landbouwgif. Nou ja, het is hetzelfde materiaal en het ligt eraan waar je naar kijkt. Het beschermt het gewas, dat is de bedoeling. En er zijn allerlei geweldig technologisch heel interessante trucs voor uitgehaald. Waar beschermt het tegen? Tegen plaaginsecten. Oké, tegen die plagen waar ik net over had. Ja, tegen plaaginsecten. We werken natuurlijk veel in monoculturen. Als daar een insect binnenkomt, en insecten kunnen zich natuurlijk in een noodtempo gaan uitbreiden. Hebben een hele korte levenscyclus, zoals we zeggen. Ze kunnen heel veel generaties snel achter elkaar maken. Mm-hmm. Nou ja, dan heb je binnen de kortste keren een probleem van je welste. En wat bedoel je met een monocultuur? Monocultuur is dat er vaak maar één gewas op een groot perceel wordt gekweekt. En dat betekent dat als je een beest hebt wat daar goed op gespecialiseerd is, die vindt een gedekte tafel van hier tot weet ik hoe ver. Dus die kan uitgebreid zijn gang gaan. En dan als je heel effectieve chemische middelen hebt, die neonicotinoïden die ik net noemde, het zijn voor insecten uiterst giftige stoffen, zeer, zeer giftig. Die in lage concentraties gebruikt kunnen worden. Maar goed, die ook lekken naar de omgeving. En dus ook de natuurlijke populaties beïnvloeden. Zoveel weten we wel. Hoe lekken ze naar de omgeving? Doordat ze... dit zijn hele typische... we noemen dat systemische gewasbeschermingsmiddelen. Dat wil zeggen dat bijvoorbeeld als je mais haait, maiskorreltjes, die worden gedoopt in deze gifstof. Dus er zit een coating omheen. Waar deze gifstof in zit. Nou, het idee is dat maïszaadje dat gaat kiemen, dat gaat uitgroeien. En die stof die dringt in de plant. En in principe in elk stuk van die plant, de wortel, de bladeren, de stengel en ook de vruchten, zit deze gifstof. Daar komt een plaaginsect en die wordt dus ogenblikkelijk bij de eerste keer dat hij de plant aanboort, wordt beïnvloed door die betreffende gifstof en kan zich niet verder ontwikkelen. Briljant systeem.
één klein dingetje is over het hoofd gezien. Ongeveer 90-95% van die gifstof die komt in de bodem en niet in de plant. En dat is een beetje jammer, want daar zitten een heleboel beesten die buitengewoon nuttig zijn. We hebben het er net over gehad. Ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Maar daar is nou weer net geen oplossing voor. Ja, dus het grootste deel van de stof die we gebruiken om de wassen te beschermen tegen plagen eindigt in de bodem, waarin ze de essentiële wilde bestuivers eigenlijk uitroeien. Ja, en dat geldt voor deze groep van insecticiden. Geldt ook voor andere middelen die natuurlijk uiteindelijk voor andere op andere manieren zijn toegediend. Hè. Heel veel van deze middelen worden toegediend op het moment dat een plaag zich aandient. Hè. Die worden dus niet, wat we noemen, systemisch toegediend, wat ik net beschreef. Maar gewoon, ja, er zijn een paar plaaginsecten, maar het is nog niet uitgebreid. Hup, spuiten. Mm-hmm. Dat gebeurt heel veel, bij heel veel gewassen. En dan moet dat ook vaak herhaald worden. Maar ook daar geldt voor. Er verstuift heel veel. Komt in natuurgebieden terecht. Er komt ook het nodige in de bodem terecht. Waar het niet afbreekt, maar door andere insecten wordt opgenomen. En dan, waarom blijven we hier nog mee doorgaan? Want we beschermen dus wel de gewassen tegen die plagen. Ja. Daarvoor is het effectief. Dus we kunnen nog dit jaar dan blijkbaar nog oogsten. Ja. Ja. Maar iedereen weet toch dat je dan hiermee eigenlijk je eigen levensonderhoud en het levensonderhoud van ons allemaal langzaam maar zeker aan het kapot maken zijn. Ik denk dat niet iedereen zich de ernst van die situatie realiseert, eerlijk gezegd. Er zit natuurlijk een belangrijke industrie achter die deze middelen heeft ontwikkeld en verkocht. Landbouwers zijn ervan afhankelijk. Sommige gewassen hebben eigenlijk niet een alternatief, zo heel snel. Al moet ik zeggen dat die wel steeds meer beschikbaar komen. Risico's kun je op een andere manier indekken. Maar we zijn nog niet zo ver, althans. Een groot deel van ons landbouwsysteem is nog niet zo ver. Om het gewoon echt radicaal op een andere manier te gaan doen. En waarom niet? Nou ja, ik zou zeggen, dat moet je eigenlijk niet aan mij vragen. maar aan de boeren waar we mee betrokken zijn. Het is, weet je, stel je bent suikerbieten aan het kweken. Ja. Dan heb je bepaald zaadmateriaal. Dat zaadmateriaal, is buitengewoon bedrijfszeker. Dat groeit geweldig. Is wel gevoelig voor plagen. Maar daarvoor heb je dit gewas, deze gewasbescherming heb je daarbij. Heb je die niet, dan heb je in een slecht geval heb je kans dat je hele gewas wordt opgevreten. Ja. En dan zegt een landbouwer toch, dat risico kan ik niet nemen. Nee. Die krijgt ook mensen over de vloer van deze industrie. Die zeggen, nou, dat risico kun je nooit nemen. En hiermee heb je dat echt afgedekt. Ziet niet zo snel hoe het anders kan. In de meeste gevallen. En het is toch afhankelijk hiervan. Terwijl ik denk dat de werkelijke innovatie zou moeten zijn dat je zo'n gewas op een andere manier beschermt, die minder belastend is voor het milieu. En zorgt dat het ook bij de boer zelf op een betaalbare manier terechtkomt. Dus je zegt eigenlijk dat er redelijk veel belang zijn bij het gebruik van deze producten. Want het zijn in principe ook producten waar geld aan verdiend wordt. Waardoor die transitie die nodig is, langzamer gaat dan je eigenlijk zou willen zien dat gaat. In 2014 kwam ons verhaal uit over die relatie tussen imidacloprid, een van die nieuwe insecticiden, en de vogelstand. Daar was de industrie niet blij mee. Die heeft echt geprobeerd die gegevens onderuit te halen. Okay. En ook te lobbyen van, nou jongens, dat kan toch nooit helemaal kloppen wat die Nijmegenaren nu vertellen. En welke industrie? Natuurlijk de grote producent van deze neonicotinoïden. Dat was Bayer. Daar hebben we ook verschillende interacties mee gehad. Nog een keer, wie? Bayer. Bayer, oké. Okay. Ja, hebben we verschillende interacties mee gehad. Bayer had toen de tijd een omzet van ongeveer 1 miljard per jaar aan alleen al deze middelen. Ja. Nou ja, inmiddels is de tijd verder gegaan. In 2018 heeft de Europese gemeenschap de 3 meest voorkomende neonicotinoïdes verboden voor de open teelt. Dus het besef is wel degelijk aan het doordringen. Ondanks het gelobby? Ondanks het gelobby. Daar is natuurlijk wel het een en ander gebeurd. Maar ook toen het besef doordrong, ook door de afname van insecten,
is het wel het besef doorgedrongen van nou, hier moeten we toch een keer mee ophouden. Dus jongens, ja, verzin maar een andere manier, maar hier, die gaan we niet mee verder. Ja, en zie je bij, ik weet niet of je contact hebt, je zei net, je moet eigenlijk aan de boeren vragen, maar zie je in de landbouwsector zelf welwillendheid of het proberen om dat op een andere manier te gaan doen? Of wordt daar ook vastgehouden aan de oude werkwijze? Er wordt noodgedwongen veel vastgehouden aan een andere werkwijze, maar ik zie wel, we hebben veel contacten met boeren hier en in tal van projecten in Nederland, moet ik zeggen. De meeste boeren zijn wel nieuwsgierig. Die zijn wel aan het kijken van, kan dit niet anders? Denken wel na van, ja, maar wacht even, weet je, welke risico's loop ik? Wat is mijn verdienmodel? Wat zijn de kosten en de baten uiteindelijk? Kan het gefinancierd worden? Kan ik mijn leningen nog afbetalen? Er komen allerlei dingen bij. Maar die nieuwsgierigheid is er wel degelijk. En het woord biodiversiteit kennen ze allemaal. Uh-huh. En er wordt, laat ik zeggen, met belangstelling naar gekeken. De een wat meer dan de ander. Maar op het moment dat dat goed te combineren is, ze krijgen er een rijkere leefomgeving bij. Nou ja, er zijn veel boeren bereid om na te denken van, goh, wat zou ik daaraan bij kunnen dragen? Ja, ik moet ook denken aan, als boer cultiveer je natuurlijk het land op een bepaalde manier. Dat betekent dat je er een bepaalde relatie toe hebt. Maar heel veel van onze landbouw is natuurlijk ook sterk gemechaniseerd of getechnologiseerd, waarbij je dus eigenlijk meer met technologie bezig bent en bepaalde stoffen toedienen, dan dat je echt een relatie opbouwt met het land. Dat is het beeld tenminste wat ik heb. Ik weet niet of dat klopt. Nou, zeg, dat is maar gedeeltelijk het geval. Er zijn natuurlijk hele grote bedrijven met veel werknemers, volledig inderdaad grootschalig technologisch en chemisch gedreven, waar mensen misschien minder binding met hun land hebben. Ik denk dat er heel veel gebieden nog zijn in Nederland waar boeren zijn die heel veel binding met hun land hebben. Ja. En ook bezorgd zijn daarover en daar ook een bijdrage aan willen leveren. Tegelijkertijd, weet je, zo zijn ze ook opgeleid, is er natuurlijk een hele revolutie na de Tweede Wereldoorlog plaatsgevonden in de richting van grootschaligheid, groeien, technologische vernieuwing, chemische bestrijding. Dat is natuurlijk wel de wereld waarin de huidige generatie is groot geworden. En tegelijkertijd hebben ze de binding met hun land en hebben ze professionaliteit. Er zijn mensen die, ja, heel goed zijn in het houden van koeien of varkens. En, ja, daar ook weten wat die beesten nodig hebben. Er zijn heel veel mensen die heel veel weten van hun gewassen, van hun akkerbouw. Die kijken naar de bodem, nieuwsgierig zijn wat daar gebeurt. Nou, ja. Een leuke fase, spannende fase waarin we nu zitten, is om daar meer ecologie in te brengen. Ja. Want uiteindelijk zijn die gewassen ook afhankelijk van ecologische processen. En die kunnen we meer inbrengen dan we nu doen. Ja. Dat is de grote opgave. Ja, want, daar wil ik nu heen gaan. Dat vind ik interessant. Ik zie ook meteen glimlach als je daarover hebt. Dus daar zit denk ik een wat positieve verhaal in. Maar ik denk dat het goed is ook om te beseffen inderdaad. Dit is niet alleen maar een kwestie van, oh, groot kapitaal die niks geeft om het land en gewoon geld te verdienen. Het is ook heel lang beleid geweest of een doelstelling geweest om na de Tweede Wereldoorlog geen honger meer te lijden. Zeker. Want dat is natuurlijk wel een grote trauma geweest, waarin echt horrorwinter zijn geweest. En dat hebben we heel lang proberen te voorkomen. Ja. Ja. Nou, er zijn denk ik twee belangrijke redenen geweest waar Sikkel Mansholte, de grote landbouwcommissaris die aan de basis heeft gelegen van het Europese landbouwbeleid zoals we dat nu hebben en die eerder minister van Landbouw was voor Nederland. Het nooit meer honger was één reden. De andere reden was gewoon simpelweg ook boeren een betere bestaansbasis geven. Mansholt was een socialist. Was boer en socialist. Ja. En die heeft de hele armoede vlak voor de oorlog gezien. Van die boeren die twee koeien en een varken hadden en nauwelijks een bestaan konden opbouwen. En die heeft vervolgens die verandering meegebracht. Beter inspelen op de wereldmarkt. En zorgen, nou ja, ook door te groeien, door boeren een betere bestaansbasis te geven. Ja. Is die later wel van teruggekomen, want heeft wel de nadelen daarvan gezien. Maar het is in feite nog steeds het model waar we in zitten. Alleen we lopen nu tegen echt hele flinke grenzen aan.
gezien de belasting op het milieu die daar het gevolg van is. Ja, en die schaalvergroting heeft ook niet altijd geleid tot een betere levensomstandigheid voor de boeren zelf. Nou nee, het is, dat denk ik niet. Al zullen ze het daar misschien niet altijd mee eens zijn. Die hele mechanisering die er is bijgekomen. We weten inmiddels ook dat er een hele duidelijke relatie is met Parkinson. Boeren hebben echt een heel duidelijk verhoogde kans op Parkinson. En dat heeft weer te maken met landbouwgif. Meer en meer gegevens zijn er die laten zien dat die relatie bestaat. We praten op de ogenblik veel over stikstof en effect op de natuur. Nou, daar kunnen we het over hebben. Dat is evident dat dat met de enorme stikstofbelasting die we hebben, dat het een heel, heel groot probleem is. Dus het is ook terecht dat er nu wordt gekeken van hoe kunnen we daaruit komen. Maar vergeet niet dat stikstof, en zeker ammoniak, een hele belangrijke factor is bij de vorming van fijnstof. En fijnstof leidt tot gewoon duizenden doden per jaar. Ik bedoel, weet je, dit is gewoon echt een groot gezondheidsrisico. Kun je dat iets uitleggen? Stikstof en ammoniak leiden tot fijnstof? Ammoniak leidt tot allerlei reacties in de lucht. Ja. Ammoniak in de lucht komt als gevolg van dierlijke mest of drijfmest. Of vanuit varkensstallen bijvoorbeeld. En dat leidt tot allerlei reacties in de lucht. En dat kan leiden tot hele fijne fijnstofdeeltjes. Mm-hmm. Nou, die fijne fijnstofdeeltjes op hun beurt, die ademen we in en die leidt tot allerlei gezondheidsproblemen. Waardoor mensen, die, zeker mensen natuurlijk die kwetsbaar zijn, die bijvoorbeeld al astma hebben, tot echt serieuze gezondheidsrisico's leidt. En dat wordt nog wel eens vergeten. Dat, ja, want je zegt duizenden doden per jaar namelijk. Er zijn echt mensen die daaraan werken. Dat leidt tot een aantal duizenden doden per jaar. En we vergeten gewoon dat we eigenlijk onszelf een beetje aan het vergiftigen zijn op deze manier. Ja. Heel veel van deze meststoffen komen in het oppervlaktewater. Nitraat en ammonia leidt tot een vergiftiging van het grondwater. Het sijpelt door, het wordt voor een deel uitgefilterd, maar niet helemaal. Het komt voor een deel in het grondwater. Grondwaterbedrijven hebben toenemend problemen om goed drinkwater te maken. En geleidelijk aan zie je natuurlijk al deze zaken bij elkaar komen. Ik wou dat het anders was, maar ik denk dat we daar toch niet omheen kunnen. Nee, ja. Ik denk dat we allemaal zouden willen dat het anders was. Maar komt het ook al in ons drinkwater? Voor een deel, nitraatbelasting van ons drinkwater is bekend. Ook hier in Nijmegen is dat behoorlijk groot. En dat leidt op zich ook wel weer tot... En het zit allemaal netjes onder de normen, maar weet je, naarmate die bemesting toeneemt... Ja, dit is natuurlijk ook een heel leuk iets van de taal, want je zegt namelijk, het zit onder de normen, maar ik denk dat niemand die dat hoort gerustgesteld is. Het zit onder de normen. Nee. Nou ja, dat is denk ik het probleem dat we ook zien bijvoorbeeld bij die pesticiden, dat soms hele lage concentraties die onder de normen zitten, en normen worden vaak bepaald in het laboratorium met watervlooien. Je gooit de pesticiden bij, je kijkt hoeveel watervlooien doodgaan. Aha, dat bepaalt de norm. Dan ga je ver onder die norm zitten. En er zijn natuurlijk tal van studies geweest dat insecten echt nadelig beïnvloed worden door ook hele lage concentraties. Die raken de weg kwijt, die kunnen de weg terug naar het nest niet meer vinden. Hun paringsgedrag verandert. Ja. En dat kan op termijn natuurlijk enorme consequenties hebben. Dus met normen moet je altijd een beetje oppassen. Die zijn er niet voor niks. Die mogen we best serieus nemen. Maar ze zijn niet heilig in die zin. Ja. Ecologie werkt anders dan... Nou, weet je, boven deze streep heb je een probleem en onder die streep heb je geen probleem. Zo werkt de ecologie bijna nooit. Nee. Het zorgt voor anders soort problemen, niet per se voor geen probleem als je onder de norm zit. Ja, en daar zijn er inmiddels ook wel aanwijzingen voor. En zo geldt dat ook voor, weet je, als dat dan die draad neemt toe en dat zit onder de norm, oké, dat is prima. Maar iedereen heeft daar inderdaad een beetje een ongemakkelijk gevoel bij. Maar ja, maar weet je, als die, dat is ook bekend inmiddels, worden bijvoorbeeld allerlei gifstoffen worden in het bloed en in onze hersenen gevonden. Microplastics worden in het bloed en in onze hersenen gevonden. Ja. Ik probeer maar eens aan te tonen dat ze werkelijk schadelijk zijn. Maar een prettig gevoel hebben we er niet bij. Ja, ik wilde dat moest ik ook aan denken. Microplastics inderdaad. Want microplastics, gifstoffen in ons eten. Ja. Vlees zit vol met allerlei hormonen. Is er nog iets wat we kunnen eten wat niet giftig is? Wat in ieder geval, waar we ons in ieder geval niet hoeven gerust te stellen dat het allemaal onder de normen is. We kunnen met een gerust hart eten kopen in de winkel. Weet je, en ja, er zitten residuen op.
Die zijn zeker heel laag. Maar iedereen kan met een gerust hart kopen. En dat heeft, weet je, dat hoor je vanuit de landbouw ook. Er worden hoogkwaliteit producten geleverd. Op een buitengewoon bijzondere, efficiënte manier. En dat is een prestatie op zichzelf, wat hier gebeurd is. En echt chapeau daarvoor. Alleen, weet je, dit is maar een deel van het verhaal. Een ander deel is, weet je, ja, al deze dingen dringen wel door. De hele wereld zit vol met gifstoffen en microplastics en hormonen. En wanneer gaat dat nou echt een probleem geven? Ja. En dan heb ik het nog niet over de, laat ik zeggen, de grote problemen, zoals bijvoorbeeld die stikstof en fosfaatvervuiling die we hebben en de wateronttrekking. Ja. En dat zijn, dat zijn, zeg maar, de macroproblemen die we daarbij hebben. En hoe efficiënt het ook gebeurt en de prestatie die wordt geleverd, het heeft zijn prijs. En die prijs begint nu zo hoog te worden dat we echt dat systeem moeten gaan veranderen. Er zit weinig anders op. Ja, want je zegt ook inderdaad, je voegt nog een dimensie toe aan dat stikstofprobleem, namelijk niet alleen dat het gevaarlijk is voor de natuur en de landbouw, maar dat het ook echt daadwerkelijk leidt tot doden. Gezondheidsprobleem. Maar je zei ook doden door fijnstof. Ja, er zijn gegevens over dat die fijnstof, die mede door ammoniak wordt veroorzaakt, ja. Dat tot een flinke hoeveelheid doden leidt. En met name mensen die dus al kwetsbaar zijn wat longaandoeningen betreft. Ja, dus er zijn een aantal groepen die daar gewoon heel goed werk aan doen. Dus het verminderen van, of het minder intensief maken van onze landbouw, dat is een ononderhandelbaar interventie die we moeten uitvoeren. Wat we willen is dat we goed en gezond voedsel produceren, waarbij de boeren een goede bestaansbasis kunnen opbouwen in een leefbare wereld. Dat we niet onszelf de nek omdraaien. Dat we, weet je, dat we dit kunnen blijven doen, ook in deze hele drukke delta. Ja. En dat staat op het spel. En ik denk dat die leefbare wereld voor onze kinderen en kleinkinderen, ja, daar zijn we op aan het investeren op dit moment. Ja. Niet op, laat ik zeggen, de winsten van bedrijven die hierbij zitten. Ja. Wel op de bestaansbasis van de boeren. Zonder dat kan het niet. We hebben boeren nodig, nu en in de toekomst. Maar het zijn natuurlijk andere bedrijven die de grote winsten maken. En dat is eigenlijk een vraag over het hele voedselsysteem. Okay. En dat is niet eenvoudig op te lossen. Maar als we nu niet aan de bak gaan, ja, dan gebeurt het nooit. Dus dit is de tijd om het te doen. Dit is de tijd om te doen. Hoe lang hebben we, denk je? Nou ja, dat is lastig te zeggen, maar er komt natuurlijk van alles bij elkaar. Ja. We leven nu in de zoveelste hele droge zomer. Waardoor de landproductie onder op stapel staat. Dus we hebben de hele wateronttrekking, daar moeten we over na gaan denken. We hebben een stikstofprobleem van je welste, die gezondheidsproblemen. En als we niet oppassen, onomkeerbare natuurproblemen oplevert. Er ligt een gerechtelijke uitspraak. Veel boeren kunnen nauwelijks rondkomen. Die hebben een ander verdienmodel nodig. Ze hebben de expertise, ja. We hebben de kennis. Er zijn veel pilots, er wordt veel geëxperimenteerd. Maar er zijn allerlei voorloperboeren die natuurlijk allerlei dingen aan het uitproberen zijn. We hebben een heleboel ecologische kennis die we kunnen inbrengen. Weet je, dit is de tijd om het te doen. Okay. En wat zijn de projecten waar jullie mee bezig zijn om die transitie te kunnen maken? We werken met de boeren samen in wat we noemen een Living Lab project. Living Lab is een buitenspeelplaats, is een lab buiten, een Living Lab. Het is met de mensen zelf. Om te kijken allereerst welke maatregelen werkelijk leiden tot een herstel en een vitale biodiversiteit. Mm-hmm. En hoe we dat kunnen combineren met een bedrijfsvoering die ook voor de boeren gezond is. En heel belangrijk is, hoe komen we daar? Weet je, welke gesprekken zijn er voor nodig? Welke onderhandelingen zijn er voor nodig? En welke regels zijn er voor nodig? Dus dat zijn projecten waar ik als ecoloog werk met sociaalwetenschappers, met communicatiewetenschappers, met mensen die meer in de wettelijke regelgeving zitten. Want we kunnen dit alleen oplossen op het moment dat we dit met z'n allen doen. En al die expertise bij elkaar brengen, de zaakjes aan elkaar koppelen. Om te kijken hoe we dat hele systeem in een andere richting kunnen bewegen. Daar zijn we mee bezig. Ja, zeer interessant. Want je noemt het ecologische, je noemt de ecologische dimensie, de economische dimensie, de juridische dimensie
En dan ook nog eens, hoe komen we daar? Ja. Dat is ook nog... Ja. Want het is niet een kwestie van... Oh, we willen B, dus B is er over een dag. Er is ook nog een, er zijn ook stappen daartussen. Precies. Als we eens even kijken naar die ecologische en economische dimensie. Ja. Hoe ziet de boer over 10 jaar eruit als het aan jou ligt? Of de landbouw? Die ziet eruit waarbij er... dat ik zeg op hectare niveau, op perceelsniveau... zal er wat minder geproduceerd worden, maar dat kunnen we wel hebben. Op een manier die ervoor zorgt dat er veel minder stikstof vervliegt en minder uitspoelt. Veel meer een circulair systeem. Waarbij die circulariteit, die zo kenmerkend is voor ecosysteem, en nu eigenlijk helemaal weg is, dat die wordt teruggebracht op een landschapsniveau. Waarbij boeren hun expertise inzetten, goed hun drijvende kracht in dat systeem kunnen inbrengen. Veel meer ecologisch wordt gewerkt. En waar we een nieuwe, maar vitale biodiversiteit hebben. Maar hoe doe je dat? Hoe los je dat probleem op die gifstoffen oplossen? Want die beschermen namelijk tegen plagen. Hoe zorg je ervoor dat je dat kan doen? Nou ja, daarvoor hebben we een andere functie van insecten nodig. Is namelijk, heel veel insecten, zei je natuurlijk... insecten die, dat zijn uitstekende plaagbestrijders. Dat zijn natuurlijk in een natuurlijk systeem. Zal het niet zo vaak gebeuren dat er een plaag ontstaat, omdat die plaag al heel vroeg de kop in wordt gedrukt. Omdat er altijd rovers zijn die insecten aanpakken. Hmm. Nou, daar zijn ook al wel experimenten over gedaan. Dat op het moment dat je natuurlijk... zorgt dat er een vitale insectenpopulatie is, waarbij die rovers aanwezig zijn, maar ook dicht bij het gewas, en liefst ook in combinatie met het gewas, dat die plagen veel minder snel optreden. Wow. En dat er minder ziektes optreden. Wat bedoel je met het gewas, in combinatie met het gewas? Dat je bijvoorbeeld verschillende gewassen bij elkaar zet, en dat je dat afwisselt met bloemstroken. Zodat er, weet je, een rijke gemeenschap is aan allerlei verschillende insecten, die op het moment dat daar een plaaginsect zich ontwikkelt, dat er ogenblikkelijk een predator, een roofinsect bovenop springt. En zorgt dat die plaag niet tot ontwikkeling komt. Dus je gaat dan eigenlijk insecten inzetten voor het bestrijden van mogelijke plagen. Die gaan de gifstoffen, of die gaan de landbouwgif vervangen. Die kunnen dat voor een deel opvangen, maar je kunt ook zorgen dat het systeem minder kwetsbaar is. Door bijvoorbeeld die mengteelten in te voeren. Nou, mengteelten wordt nu uitvoerig mee geëxperimenteerd. We noemen dat hier strookteelt. Dat zijn dus vrij smalle stroken. Bij gewassen worden afgewisseld. Nou, dat is niet het nieuwe experiment. Mengteelten bestaan tenminste 1000 jaar in China. Ja. Dus uitvoerig mee geëxperimenteerd. Welke gewassen je wil combineren en waarom. Het kan... leiden tot een betere nutriëntenvoorziening, omdat er gewassen complementair zijn. De een brengt stikstof in, de ander neemt het op. Het kan helpen omdat één gewas bijvoorbeeld helemaal niet gevoelig is voor sommige plaaginsecten en een ander wel. En als je die dan bij elkaar zet, wordt het gewas als het ware beschermd. Dus dat zijn zaken die je kan doen. Je kunt soms een beter gebruik maken van de seizoenen door een gewas wat zich vroeg ontwikkelt, combineert met een gewas wat zich wat later ontwikkelt, in plaats van één gewas op alles. Dus er zijn allerlei interessante combinatiemogelijkheden waarbij je de kracht van de ecologie inzet. Daar wordt nu mee geëxperimenteerd. En ja, we hadden het net al over de mechanisering, hè, de mechanisatie die is opgetreden. Er worden ook apparaten ontwikkeld voor die strokenteelt, zodat die ook grootschalig uitgevoerd kan worden. Kijk, en dan begint het wel interessant te worden, want dan heb je toch veel, veel minder kans op grootschalige uitbraken, omdat je ook die hele grote akker met dat ene gewas niet hebt en omdat er plaaginsecten bij kunnen. Ja. En weet je, als je daar alleen al bijvoorbeeld het pesticidengebruik kan terugbrengen met 90%, eens kijken hoeveel je wint. Ja. En laat je die 10% dan overhouden voor als het echt niet anders zou kunnen. Weet je, dan ben ik al heel blij als we in die situatie terecht zouden komen. Dus dat soort experimenten gebeuren volop op dit moment. Ja, dus eigenlijk ga je de natuurlijke bestrijdingsmogelijkheden die de ecologie biedt, ga je eigenlijk combineren op zo'n manier dat je je gewassen beschermt. Dat is ook zo. En dan moet nog wel het nodige werk aan gebeuren. Dus een beetje, werkt het echt op die manier? En is het een robuust systeem?
En die experimenten vinden dus ook plaats. Hè. We zijn denk ik nog niet zo dat we dat echt grootschalig kunnen uitrollen. Maar we kunnen er wel allerlei experimenten mee doen. Wat de graslanden betreft is het interessant. Want we zijn gewend dat koeien, weet je wel, die mooie grazige groene weiden doen. Die flink bemest worden. Daar gaat de drijfmest in. Nou, er zijn dan een paar soorten die daar weet je wel, echt onder floreren. Die maken van die enorme groene pruiken die heel eiwitrijk zijn. Nou, dat is allemaal hartstikke mooi. Als je dat wil gaan inmaken, dus gaan inkuilen voor het voeren in de winter, dan kun je misschien wel 6 of 7 keer maaien en dan haal je er een flink gewas af. Mm-hmm. En dan denk je wel hartstikke goed, hoogproductief, maar ook heel kwetsbaar, gevoelig. Waarom gaan we niet, en die experimenten zijn in volle gang, werken met meer kruidenrijke graslanden? Nou, kruidenrijke graslanden zijn graslanden waar heel veel kruiden in staan, veel bloemen, trekt ook meer insecten aan. Er staan ook klavers of laturissen in, dat zijn vlinderbloemigen. Vlinderbloemigen zijn interessant, omdat die vlinderbloemigen stikstof vastleggen in de bodem. Die hebben een symbiose met wortelknolletjes. En brengen dus stikstof in. Dan heb je minder bemesting nodig. Nou, die experimenten die nu gebeuren, die laten zien dat die productie nou, misschien wel bijna net zo hoog kan zijn. Maar op een heel andere manier bereikt kan worden. De voedingswaarde voor die koeien, nou, die is misschien wel beter. Want dat andere voedsel is zeer eentonig. Mm. Er wordt dan ook krachtvoer bij gegeven. Dit voedsel is veel gevarieerder. Dus het is, je krijgt een betere kwaliteit melk daardoor, want dat heeft meteen effect. Hè. Koeien zijn heel gevoelige beesten daarvoor. Je hebt minder kosten, want je hoeft minder te bemesten. Dus je hebt minder pesticiden, minder kunstmest, minder krachtvoer. Dus je hebt een geringere kosten aan de, weet je, aan de invoerkant. Er komt ook misschien wat minder melk uit, maar van hogere kwaliteit. Kan de balans uiteindelijk positief uitpakken. Nou, voor de boer. Voor de boer, ja. Maar ook voor de natuur. Ja. En dat zijn natuurlijk heel interessante experimenten. En als je, nou ja, als je dat maar op een juiste manier, boeren verleidt daartoe. Laat zien hoe dat kan werken. Laat zien wat het met de bodem doet. Laat zien waar je ze ook voor nodig hebt. Dat je hun expertise kan inbrengen. Dan gaan er geleidelijk aan dingetjes rollen. En dat gebeurt al op heel veel plekken in Nederland. Wat we nu nodig hebben is een paar stimuleringsmaatregelen. Dat dit veel breder uitgevoerd kan worden. Waar gebeurt het nog meer in Nederland? Oh, dat zijn tal van plekken. In Limburg, in de Achterhoek. Wij beginnen er hier binnenkort mee. Hier in Nijmegen? In de Ooypolder in dit geval. Ja, Ooypolder Groesbeek. Als je boeren dan nieuwsgierig maakt, als je boeren willen echt wel, maar moeten wel op een gegeven moment vertrouwen hebben dat het wat gaat worden. En ze moeten zien van, ja, weet je, hier kan ik wat mee. Weet je, hier kan ik mijn ei kwijt, hier kan ik mijn expertise in kwijt. En ik kan hier geld mee verdienen. Nou, ja. dan gaan er dingen gebeuren. Dus ecologisch is duidelijk. Voor de boeren kan het natuurlijk meer opleveren omdat ze kwalitatief betere producten leveren. Ja. En waarschijnlijk daar minder pesticiden voor hoeven te gebruiken. Dus daar ook nog eens op kosten besparen. Maar hoe zit het dan voor de burger? Want als melk nog duurder wordt, het is al redelijk duur. Betekent dat dan dat wij meer moeten gaan betalen voor even? Ja, melk is spotgoedkoop. Is niet duur. Al ons eten is spotgoedkoop. Vergelijk je de voedselprijzen met zelfs nog maar, laat ik zeggen, 40 jaar geleden of zo. Die prijzen zijn ongeveer hetzelfde, maar ons inkomen is enorm omhoog gegaan. Dus er is echt wel even iets raars aan de hand hier. Die prijs zou zo omhoog kunnen met één kanttekening. En dan komen we een beetje op een ander probleem, maar wel een heel belangrijk. En we hebben natuurlijk een enorme ongelijkheid. Er zijn natuurlijk toenemend mensen die niet rond kunnen komen. En daar zit natuurlijk echt een groot probleem. En de kunst zal zijn om die maatregelen zo te kiezen dat deze mensen wel kunnen rondkomen. Toch die boeren een eerlijke prijs verdient. En dat ze het gezonde voedsel kunnen kopen. Hoe? Nou dat kan bijvoorbeeld door op groente en fruit de btw eraf te halen. Ja.
Dat kan door te zorgen dat vleesvervangers goedkoper zijn. In die situatie zitten we nu al zo'n beetje. Ja. Dan het vlees zelf. Wel op een cruwe manier, want het is omdat de prijs natuurlijk... Ja, nou ja. Maar goed, we zijn er wel. Dan kop je weer tegen allerlei regelgevingen aan, wat dan wel en wat niet mag. Maar dan denk ik van jongens, je geneigd een schop onder de kont te geven. Van jongens, zorg nou even dat dat gebeurt en al snel. Ja, want je hebt natuurlijk ook contact met beleidsmakers. Ja, af en toe. Hoe happig zijn zij hierop? Nou ja, er wordt wel wat met de mond beleden, maar het systeem is behoorlijk hardnekkig. En we hebben een systeem met allerlei regels die allemaal een keer zijn uitgevonden met voor goede redenen. Maar dat is niet per se handig als je in een transitiefase zit. Nee. Waarin er wat anders moet gebeuren. Want daar zijn die regels dan weer net niet voor bedoeld. En zit jij vooral met heb je vooral regionale beleidsmakers nodig of juist meer nationale of zelfs Europees? Ik ben bang dat we op alle niveaus dat er wat moet gebeuren. Ja. Dus wij werken dan hier op een... Ja, lokale, regionale schaal. Daar zijn de mensen actief. Daar zijn de mensen betrokken bij wat er gebeurt. Dus ja. Dat zijn hele belangrijke dingen. Als zij tegen dingen aanlopen die niet kunnen, maar die wel zouden moeten, dan moet je daar iets gaan doen. Maar uiteindelijk hangt het natuurlijk ook af van zeg maar, Europees beleid. Ja, want je zei ook, we hebben een aantal maatregelen nodig op dit moment. Wat voor maatregelen heb je bijvoorbeeld nodig? Nou ja, een transitie is niet zo makkelijk. En op het moment dat je confrontatie zoekt, en dat gebeurt vaak in de transitie, want waar stopt tot hier niet verder met stikstof. Het eerste wat je krijgt is weerstand. Ja. Dat is ook heel logisch. Wat voor weerstand? Nou ja, weerstand, omdat er minder stikstof moet komen. Maar niet met het huidige systeem. Maar goed, daar zitten we nu middenin. Ja. Nee, maar ik bedoel meer van de weerstand die we nu krijgen, is natuurlijk wel... Ja, het is van zeer grote proporties. Het is van grote proporties, maar zoals wij onze ervaring hebben... boeren zijn er in allerlei soorten en maten. En er is een hele grote groep van boeren die misschien niet... dat ik zeg, kost wat kost, de voorlopers zijn... en sowieso altijd met kruidrijk grasland willen werken... of biologisch of anderszins. Mm-hmm. Maar wel... echt bezorgd zijn en een steentje willen bijdragen. En dat is de belangrijke groep voor ons. En er is een groep die sowieso nooit iets anders wil. Ja. Die groep heb je ook. Ja. Er is een groep die wel in beweging wil komen. Maar goed, dan moet je wel dat perspectief bieden. En je moet gebruik maken van hun expertise. Die moet je heel krachtig inzetten. Ze gewoon ook echt heel erg goed luisteren en serieus nemen. Ja. En dan kan er best wel veel. Ja. Maar dan moet dus wel een handje geholpen worden. Ja. Gegeven die risico's waar we het eerder over hadden. De risico's moeten ingedekt zijn. Ja, even dan terugkomen naar die maatregelen die nodig zijn. Dus een transitie, dat is per definitie lastig om te maken. Je krijgt weerstand. Maar wat hebben we op dit moment nodig van beleidsmakers? Of hebben jullie nodig van beleidsmakers? En hebben boeren nodig van beleidsmakers om die transitie... te vergemakkelijken, te versnellen, beter te maken. Het is echt het, ik zou zeggen het afdekken van risico's en een perspectief waar ze echt van op aan kunnen van nou, de komende 20 jaar kan ik op deze manier verder. Er zijn een heleboel maatregelen die we kunnen nemen waarvan we niet precies weten hoeveel het oplevert, maar die in elk geval ons in een betere situatie brengen. Neem nou dat kruidrijke grasland. Nou. Weet je, dat brengt ons in elk geval in een betere situatie terecht. Wat levert het precies op voor biodiversiteit? Moeten we even afwachten. Daar hebben we nog wel wat onderzoek voor nodig. Kunnen we ook parallel daaraan lopen? Zijn we ook mee bezig? Maar het gaat ons in elk geval in een betere situatie brengen. Als boeren nou een perspectief krijgen van... joh, dat kan ik nou echt gaan doen. Die bedrijfszekerheid die is gegarandeerd. Nou, zorg er dan voor dat zij zodanig worden geholpen... dat mogelijk is. Op de langere termijn. En niet denken van nou, 5 jaar kijken we hier wel verder. Daar zijn ze wel, zo langzamerhand, wel helemaal klaar mee. En dat kun je ook wel voorstellen. Ja. Dat betekent wel dat er anders geïnvesteerd moet worden. Dat banken, de grote financiers van boeren... op een andere manier er tegenaan moeten kijken. Uiteindelijk zullen ze wat minder melk gaan produceren. En dat past helemaal niet in dat plaatje. Want het hele plaatje is altijd groei en nog een keer groei. Als je groeit, ga je meer geld verdienen, kun je je lening terugbetalen. Ja. Dus
wacht even, dit moet dus echt op een andere manier ingezet worden. Dat betekent dat er vanuit de overheid dingen waarschijnlijk afgedekt moeten worden. Nou, weet je, en dat... Ik denk dat daar echt grote oplossingen voor zijn. En dat er dan een heleboel boeren zijn. Ja, maar weet je, dan kan ik ook echt verder. Ja. Hier in de Ooypolder, een pak bij 10, 15 jaar geleden, is wat we noemen de groen-blauwe adering teruggebracht. Er zijn bloemstroken aangelegd, zijn hagen aangelegd, die eigenlijk verdwenen waren. In een contract, wat uiteindelijk een looptijd heeft van 30 jaar. Uniek in Nederland. Daarom kijkt heel Nederland ook mee. We willen ook weten hoe dat tot stand is gekomen. En zijn die maatregelen te vertalen naar elders. Maar dan gaan boeren in beweging komen. Met wat voor financier was dat contract gemaakt? Er is externe financiering voor ingebracht. Ook financiering van het Rijk ingebracht. Om dat mogelijk te maken. En dat is het, daar is dus een fonds voor opgericht. Waar voortdurend dus die boeren uitbetaald worden. Voor de grond die ze zijn kwijtgeraakt. Dus het is en blijft landbouwgrond. En het beheer wat ze daaraan toe zijn gedaan. Er is een landschapsveiling geweest. Mensen konden zelf bijdragen. Ja. Dus het is best een ingewikkeld proces geweest. Daar is ons systeem niet op ingericht. Maar daar kun je natuurlijk wel naartoe gaan werken. Ja. En cruciaal is, het is 30 jaar. Wat we nu zien, we werken met die boeren. We zijn ook nu onderzoek aan het doen aan de effecten daarvan. Dan zie je de boeren natuurlijk wel weten, wat levert het op voor mij? Zitten er bestuivers bij? Zitten er rovers bij die mijn plaaginsecten tegenhouden? Maar boeren zijn ook nieuwsgierig van... Ja, ik heb daar een inspanning gedaan. Laat maar zien wat erin zit. Nou, leg het maar gewoon op tafel. Dat is natuurlijk ontzettend leuk. Dat ze zien dat ze ook betrokken zijn bij datgene wat ze werkelijk gedaan hebben. Dan zijn het de landschapsbeheerders van de toekomst op dat moment. Ja. Denk je dan dat de plannen van de overheid om zich heel erg te focussen op stikstof en dat te verlagen door minder intensieve landbouw te doen of boeren uit te kopen. Denk je dat dat dan te eenzijdig is? Het is echt een systeemverandering die we nodig hebben. Waarbij je kunt natuurlijk met technische maatregelen wel wat bereiken. En er is ook heel veel mee bereikt de afgelopen 20, 30 jaar. We zitten wel aan de grenzen met wat we kunnen. En dat is ook niet zo gek dat die grenzen bereikt worden, want er wordt enorm veel stikstof wordt binnengebracht van buiten. Door kunstmest, door krachtvoer. Ja. Daar gaat materiaal uit. Koeien, eieren, melk, vlees. Dat stroomt uit. En we blijven dus met een heleboel stikstof zitten. Niet alles wat uitstroomt, is hetgeen wat instroomt. Ja. Dus ja, je kunt zoveel technische maatregelen hebben dat je wil. Ik denk dat we dat systeem moeten aanpassen, zodat we veel meer lokale kringlopen hebben. Zodat we veel meer van het voedsel wat die beesten nodig hebben, wat minder. Dat we dat lokaal produceren en de mest die ze lokaal produceren weer gebruiken voor onze akkerbouw. En dat vereist wel, dat gaat veel verder dan dus alleen maar technische maatregelen. Ja. En dat willen we graag met die boeren gaan opzetten. Want daar hebben we diezelfde expertise nog steeds voor nodig. Ja, dus we zitten met een transitie uitdaging. We moeten meer met de ecologie gaan werken. We moeten landbouw anders gaan inrichten. Want anders hebben we over een bepaalde tijd, zitten we misschien als China met penselen dingen te bestuiven. Ja. En misschien dat China dat kan, maar de grote kans dat wij dat misschien niet kunnen. Nee, dat denk ik niet. gaan we dat redden? Tuurlijk gaan we dat redden. We moeten dat redden. Er is geen alternatief. Niet dat eenvoudig is. Geen enkele transitie is eenvoudig. Dat levert altijd een hele hoop chaos op. Maar wat is het alternatief? We zullen, als we op deze weg doorgaan, nog meer boeren in het problemen brengen. We zullen blijvend een deel van onze biodiversiteit kwijtraken. We zullen die vogels niet meer horen. En de kans dat daar een gezond systeem in onze wateren of bijkomen, die wordt steeds kleiner met het perspectief wat je net schetste. Nou, zover willen we het niet laten komen. Want dat is toch onverteerbaar dat we daar onze volgende generatie mee opzadelen. Dus er is niet zo heel veel alternatief, ben ik bang. Dus natuurlijk gaan we dat redden. Ja. Ja, ik hoop het. Er zijn in ieder geval genoeg mensen die er aan het werk zijn, inclusief jij. Zijn er eigenlijk voorbeelden van boeren die al die overgang gemaakt hebben met succes? Zeker, zijn er een heleboel.
En die zien we nu ook af en toe in de kranten staan. Omdat, bijvoorbeeld? Ja, dat zijn boeren die inderdaad... Ja, soms tegen de verdrukking in. Kunnen geen lening van de bank krijgen. We zorgen toch voor een andere financiering. Toch in staat zijn om bij het kruidrijke grasland en een kleinere veestapel toch een hele goede boterham te verdienen. Maar heb je een voorbeeld van een bepaalde boer of een aantal... Een voorbeeld heb ik zo niet direct. Een bekend voorbeeld, zou je kunnen zeggen, Schiermonnikoog, waar zeven veeboeren de overgang gemaakt hebben. Eigenlijk al voordat de grote stikstofcrisis uitbrak. Nou, dat is helemaal geen makkelijk proces geweest. Belasting van hun op de natuur was toen ook al groot. Financiering was echt een probleem. Verdeling van de inspanningen op dat eiland. Maar ze hebben het wel voor elkaar gekregen. Dus er zijn echt wel voorbeelden. Waar je kan kijken van, joh, wat, hoe is dat nou eigenlijk gegaan? En weet je, dat is denk ik ook de kracht. Daarom zitten we er ook als wetenschappers in. Welk samenspel van actoren en processen heb je nou nodig om te zorgen dat het gaat? En kunnen we dat versnellen? Weet je wel? En hoe moet je dat met alle partijen doen? Ja. Dat is de grote opgave van die Living Labs waar we voor staan. Hoe kunnen we dat nou versnellen? En weten we waar het van afhangt? Ja. Het zijn vaak hele specifieke systemen. Het zijn soms sommige mensen die zich helemaal uit de naad lopen. Uit de naad werken om dat mogelijk te maken. Natuurlijk, die heb je ook altijd. We proberen met wetenschap erachter te komen wat dan werkelijk die transitie drijft. Ja. Ik heb het gevoel dat dit ook wel een beetje past in een brede tendens, waarin we misschien sinds de industriële revolutie heel veel middelen hebben ontwikkeld om effectiever, efficiënter, meer, groter te produceren op allerlei vlakken, niet alleen op het gebied van landbouw. En dat eigenlijk het idee is gaan ontstaan dat we de natuur op de een of andere manier moeten gaan beheersen. En dat wetenschap ook voor een groot deel daarvoor ingezet is. Zeker. En er nu wellicht een switch aan het komen is waarin we niet zozeer de wetenschap of technologie gaan inzetten om meer te beheersen, maar om meer te begrijpen. Ja. En dat misschien past in een transitie naar niet als mens als overheerser, maar als, ik ben het Nederlands een woord kwijt, maar stewardship. Mm-hmm. Dat is het rentmeesterschap. Rentmeesterschap. Dan kun je rentmeesterschap op allerlei manieren invullen. Maar wat je zegt, dat klopt wel. We zijn natuurlijk op een hele technische manier, door de enorme revolutionaire veranderingen die zijn opgetreden de laatste 150 jaar sinds de industriële revolutie, op een heel andere manier met onze omgeving omgegaan. Maar we zijn rentmeterschap wordt traditioneel natuurlijk al heel sterk ingevuld, maar vooral als zijnde van, nou, we zorgen er goed voor, maar we gebruiken het ook, weet je wel. Wij zijn de baas en het is nuttig voor ons en we zijn goede rentmeesters. Maar het verandert in een rentmeesterschap en in een stewardship, in een wat, denk ik, een wat meer generieke betekenis. Namelijk dat we de natuur ook voor zichzelf laten zorgen. Ja. Dat we de randvoorwaarden creëren, zodat de natuur voor zichzelf kan zorgen. Ja. En daar plukken we wel de vruchten van. Maar misschien moet het niet alleen maar het hoofddoel zijn. Ons gebruik moet niet alleen maar het hoofddoel zijn. Hè? We zijn een soort koloniale macht van de natuur eigenlijk. op het ogenblik. Ja, ja. En als dat alleen de hoofddoel is, dan kun je je afvragen of we die natuur uiteindelijk wel gaan beschermen. Die natuur, we zullen anders moeten denken over de natuur, zeggen mijn natuurfilosofen als collega's. Ja, het is het verschil tussen het grond bewerken of het grond cultiveren. Ja, als je het cultiveert, help je het om beter te worden, om eigenlijk datgene te doen wat het van nature al doet, maar dan op een betere manier. En dan cultiveren op een landschapsniveau. Weet je, de condities creëren zodat binnen dat landschap die natuur tot ontwikkeling kan komen. Het is natuurlijk niet voor niks dat we nu overal op verschillende delen in de wereld een ontwikkeling zien om rechten aan de natuur te geven. Ja. Er zijn al rivieren die een wettelijke status hebben en een rechtspersoon zijn en ook in de rechtszaak namens de mensen, namens die rivier spreken. Ja, vertegenwoordigd worden. Ja. En dat is een heel interessante ontwikkeling. Je ziet ook nu dat in Nederland gaat dat ook nu heel snel komen, is mijn inschatting. We hebben natuurlijk enigszins gezien met klimaatrechtszaken.
Dat heeft daar inderdaad mee te maken. Het is niet hetzelfde, want daar werd natuurlijk de staat werd gedagvaard om haar eigen plannen. En niet zozeer om de natuur. Maar het idee zat natuurlijk wel erin. Er zit een cruciaal verschil in door aan te geven. Er zijn natuurlijk allerlei maatregelen die kunnen gebeuren. Bijvoorbeeld ook in die rechtszaken. De stikstofrechtszaken is daar ook van. Er wordt steeds gesproken over, oké, wij doen iets en dat is nadelig daarvoor. En dat komt niet overeen met onze regels. Ja. Maar het heeft een andere volgorde op het moment dat je vanuit de rechten van de natuur spreekt. Ja. Want dan redeneer je de andere kant op. Van ja, maar wacht even, weet je, wat is voor mij goed? En niet wat is voor mij minder slecht? Ja. En dat is een wezenlijk verschil. Ja. Het is interessant, want het is een interessante vergelijking met universele rechten voor het kind, bijvoorbeeld. Ja. Die zijn opgesteld in de tijd dat er heel veel kinderarbeid was. Terwijl er waarschijnlijk best op heel veel plekken redelijk voor de kinderen werd gezorgd. Voor onderwijs, voor een deel. Maar ja, ze moesten wel werken. Er werd altijd nagedacht vanuit de industrie op wat de kinderen zouden moeten doen. En nooit vanuit het kind gedacht wat ze zouden kunnen leveren. Ja. En dat heeft uiteindelijk, ik heb niet meteen alles veranderd, maar het heeft wel een heel grote verandering teweeg gebracht. En ik vind dat wel een interessante vergelijking. Misschien moeten we toch ook meer op die manier gaan denken. Die kinderen zijn essentieel voor ons voortbestaan, voor nieuwe generaties. We willen dat die gezond opgroeien. Nou ja, misschien kunnen ze ook nog wel wat leveren hier en daar. Weet ik niet. Kinderarbeid is natuurlijk helemaal gelukkig in veel plekken in de wereld uitgebannen, gelukkig. Nou ja, misschien moeten we op de natuur ook die manier gaan denken. Die natuur die moet vitaal, gezond zijn, toekomstbestendig, klimaatverandering, die uitdagingen genoeg. Ja. Nou ja, en dan zal die natuur ook ons de nodige zaken leveren. Maar vanuit die natuur geredeneerd. En daar hoort dit wel bij. Ja. Dus ik denk dat we daar wel veranderingen gaan zien. Ja, en dat is een goeie wat je zegt. En een sterke denk ik ook wel om langzaam te gaan afbouwen. Als we voor de natuur goed zorgen, geeft het ons ook wat we nodig hebben. Ja, zeker. Het verschil is wel, denk ik, en ik weet niet of dit waar is, maar dat is een beetje mijn speculatie, dat er ook in zal resulteren dat we misschien een minder consumentische levensstijl hebben. En misschien zelfs een minder comfortabel levensstijl. Of een minder uitbundig levensstijl. Mm-hmm. Wat op zich denk ik niet heel erg is. Ik denk dat daar zeker buffers voor zijn. Maar de switch die we dan moeten maken is dat we niet meer denken in termen van wat wil ik hebben? Of wat willen we hebben? Of wat wil ik produceren? En hoe ga ik dat zorgen dat we dat krijgen? Maar wat is er voor mij beschikbaar? Mm-hmm. Wat is er? Ja, wat is er te halen? Ja. En dat is denk ik een grote switch die. Zeker. Waarvan ik niet weet of die gemaakt gaat worden of kan worden. Maar ja. Dat ligt een beetje denk ik ook aan de kern van vanuit ons gedacht en of vanuit de natuur gedacht. Ja. Nou ja, goed, daar is heel veel discussie op dit moment. En dit kun je ook niet loszien van de ongelijkheid. En de toenemende ongelijkheid die er is. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die basisbehoeften niet hebben. Zeker als je dat op wereldschaal gaat bekijken. Ja. Dat heeft als oorzaak natuurlijk een hele kleine bovenlaag. Waar wij hier in Nederland natuurlijk een onderdeel van zijn. En dat zal ergens natuurlijk met elkaar in evenwicht gebracht moeten worden. Nou denk ik zelf dat je je genot natuurlijk op allerlei manieren kan halen. Daar zijn natuurlijk een heleboel rare dingen aan de hand op dit moment. Waardoor je met minder belasting op de natuur door het type producten wat je koopt, je in staat bent om toch een buitengewoon aangenaam leven te leiden. Dus daar, dat zijn toch de zaken om naar te zoeken, denk ik. Ja. En dat begint wel te komen. Langzaam, misschien niet snel genoeg. Maar het is ook niet zo dat er niks gebeurt. Nee. Oké. Zullen we afsluiten? Of heb je nog dingen toe te voegen? Er hebben veel dingen langsgelopen. Ja. Om met een beetje hoofdvraag te beginnen. Helemaal in het begin. De aarde is een uniek systeem. Ik denk dat er geen andere planeet is, misschien wel het hele zonnestelsel, die zo in elkaar zit. Ze zijn er naar op zoek, maar ze hebben hem niet gevonden. Maar als je ziet waar je de terugkoppeling en de leefbaarheid van afhankelijk is, dat is die hele, hele dunne laag.
super, super dun. Als je vliegt, wat we niet zoveel meer moeten doen, dan af en toe zie je dat ook. Wat een kwetsbaar, dun geheel. Ik praat met andere Kuipers en die zal je daar meer verhalen over vertellen. Nou, die leefbaarheid hangt helemaal vanaf van terugkoppelingssystemen vanuit de natuur. Als we die biodiversiteit niet meer hebben, weet je dan. En je ziet het nu natuurlijk met de toename van de CO2 al gebeuren. Weet je, dan kan het volledig ontsporen. Dat kwetsbare systeem, die leefbaarheid, hier op lokale, regionale schaal, maar ook voor de hele wereld, daar doen we het voor. Ja, die delicate balans waarin wij kunnen gedijen. Precies. En waar natuurlijk ook andere soorten kunnen gedijen. Ja. Alleen het verschil is, denk ik, de natuur als geheel, die overleeft het wel. Als de biodiversiteit omlaag gaat, als wij de grond kapot maken en wij sterven over een paar honderd jaar uit, dan komt er weer ruimte over een paar miljoen jaar voor iets nieuws. Dus die aarde leeft. Maar die delicate balans waarin wij kunnen overleven, dat is iets waar we echt zorg voor moeten dragen. Ja, zeker. En dat is wat toenemend mensen zich bewust van zijn. En die inzetbaarheid, die hebben we nodig. En die hangt niet alleen van het tropisch regenwoud en de koralen af. Nee, die hangt ook af van de leefbaarheid hier in Nederland. Ja. Ook in een drukke metropool zijn we dat verplicht. Dus dat is onze inzet. Oké. Nou, ik wens jullie veel succes. Dank je wel. Dank je wel voor je tijd. En ik hoop dat we over een aantal jaren een volledig nieuwe landbouwsector hebben. Dat hoop ik. Ja. Dank je wel.